Een hele goede middag kijkers van TDW en welkom terug voor een nieuwe video van Black Ops 2. En vandaag gaan we het hebben over de nieuwe trailer van de DLC. En dat zal waarschijnlijk het laatste zijn wat er te bespreken is over de DLC. Maar laten we eerst eventjes naar de trailer kijken. En ja, dat is zeker een vette trailer. Ik moet zeggen dat het er zo goed uitziet. Laten we eerst eventjes gaan beginnen bij magma. Magma is natuurlijk de vulkaan met lava en dat ziet er super vet uit. Ik ben echt heel benieuwd hoe die er in het echt is om te spelen natuurlijk. Want ja, je hebt bewegende dingen erbij zoals lava. En dat brengt natuurlijk een hele hoop moeilijkheidsgraden met zich mee. En ik hoop dat het niet al te lastig is dat er overal lava rondkomt en rondzwemt en ronddrijft zeg maar. Want dat zou heel vervelend zijn en het zou ook heel lastig maken om te spelen. Vooral als je close combat en je bent heel druk bezig en je hebt eigenlijk niet door dat er lava van achter komt. Als je kijkt naar Express, dan heb je die trein die voorbij komt en dat wordt op tijd aangegeven. En dan weet je, oké, er komt er eentje aan. En als iemand aan het schieten bent, dan kan je de keuze maken of ik schiet hem snel en ik klim eigenlijk naar het midden. Of ik loop ietsje naar achter, zodat de trein voorbij kan. Bij Hydro heb je precies hetzelfde, van tevoren wordt het water aangegeven. Dus je kan bepalen of je nou snel wel door het water heen gaat rennen of niet. En als je echt in het midden zit, dan heb je een probleem. Maar het wordt op tijd aangegeven en daardoor maakt het idee zeg maar leuk dat er bewegende dingen in zitten en et cetera. Bij magma hoop ik ook dat er zoiets gaat gebeuren. Ik weet niet dat die berg in één keer begint te trillen of zo en dan allemaal geruis en dat je dan in één keer allemaal lava hoort stromen. Of dat het gewoon in de map zelf al stroomt. Op het moment als het in de map zelf al stroomt en het wordt niet aangegeven van tevoren, dan zal het nog wel eens voor hele vervelende situaties kunnen creëren eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd. De volgende map die we zien is Encore. Encore is hoe noem je dat? Een outdoor concert building. Een buitenplekje waar concerten gegeven gaan worden. Zoiets. Het ziet er wel heel cool uit. Ik vind het gaaf uitzien, maar ik moet zeggen, het is heel open. Het is echt ongelooflijk veel open. Dus dat zal wel ruimte geven aan snipers. Dat is wel heel erg handig. Voor als je heel veel van snipe houdt. Maar je ziet gewoon die open plek, daar gaat niemand graag naar heen. Tenzij je een ongelofelijke klerennoob bent. En je denkt van, ach, niemand die kan mij neerzetten. Ik loop gewoon door het midden door. Oké, maar dat zijn we allemaal niet. We weten hoe we moeten spelen. Dus het lijkt mij een heel lastig een map om te spelen als je al die snipers daar zal hebben. Daarnaast hebben we de volgende map, die hebben we een remake van Firing Range. Firing Range was in Black Ops 1, was dat mijn favoriete map. Die speelden we allemaal heel graag. En die hebben ze geremaked en dat hebben ze wel heel gaaf gedaan, een beetje studio-achtig. En je ziet er allemaal, ik hoor hakken. Oké, lol, er liep iemand langs. Mijn Firing Range ziet er heel gaaf uit, dat is dus gewoon een hele mooie nieuwe remake. En ik hoop ook dat iedereen er blij mee zal zijn en dat ze niet te veel hebben gedaan. Eerlijk gezegd, de naam is natuurlijk Studio. Ik weet eigenlijk niet waarom ze precies Studio hebben gedaan als het Firing Range is. Tuurlijk, het is op een filmset en er zijn allemaal dingen in ingezet waardoor je zeg maar een film kan maken en allemaal verschillende situaties van verschillende films. Maar het blijft de opzet van Firing Range, dus de naam vind ik wel heel apart, maar ik ben heel benieuwd. Dit is denk ik mijn favoriete map waar ik op zit te wachten op dit moment. Dus ik hoop dat het ook mijn favoriete map gaat worden uiteindelijk. En daarnaast hebben we nog één map over en dat is Encore. Encore, nee dat zeg ik fout, Vertigo, heerlijk, lekker. Fout. Vertigo. Vertigo ziet er super vet uit. Dat zijn dus gewoon skyscrapers in de lucht. Platformen, helikopters, allemaal van dat soort dingen. Ziet er een beetje futuristisch uit. En ja, dat vind ik echt super vet. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden eigenlijk. En dan hebben we als laatste Zombies. En dat is Mob of the Dead. En Mob of the Dead vind ik echt, het idee vind ik geniaal. En eerlijk gezegd hoop ik dat ze eigenlijk de map zelf... ik weet niet hoe het eruit gaat zien in zombies, maar ik zou het echt super vet vinden als ze dat dus in multiplayer zouden neerzetten. We weten, het is de zwaarst beruchte gevangenis aller tijden en daar hebben ze een heel verhaal mee omheen gezet. Ziet er super vet uit. Dus voor de mensen die van zombies houden, ik denk dat je hier echt serieus een hele leuke zombie map hebt. Ik ga hem zeker proberen te spelen om te kijken of dat ook te doen is. Wie weet dat ik er een paar video's van maak. Maar dan moet het wel leuk zijn, zombies, want ik ben er echt verrukt slecht in. Het is natuurlijk compleet anders dan multiplayer. Eventjes nog over de gameplay. Het is allemaal in stukjes ingekort, omdat we natuurlijk een trailer in deze video hebben. Het is ook een hele lange tijd geleden dat ik deze gespeeld heb, maar ik vond het zo lachen toen de tijd. In ieder geval 2 tegen 2. Heel veel sniper. Ik speelde met de AS-50 en met de MP7.
Het is een, het is geen boeiende one-on-one gameplay of zo. Het is een beetje allemaal sniper, een beetje head glitch-achtig. Mijn maat die haalde nog een moab-je. Dat was ook wel relaxed. Maar voor de rest, het is geen boeiende, mega goede gameplay. Maar ik vond hem wel leuk om hem een keer te gebruiken. En dit is wel een mooie uitgelezen kans. Mensen, ik dank jullie weer voor het kijken. Wil jij meer zien van mijn video's, abonneer dan even. En ik ga serieus altijd proberen de eerste in het Nederlands te zijn met dit soort dingen. Alle DLC, alle Modern Warfare 4 video's, informatie die er komt. Dus dan weet je dat ook. Als ik het weet, staat het meteen op YouTube. Like deze video, dat is heel belangrijk. Deel hem, favoriet hem. Doe alles wat je wil met deze video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later.